Hier echt dat die kleurlaag van die dia gewoon eraf bladdert. Zou het toch echt zo zonde zijn als al die dingen gewoon door zijn laksheid helemaal verloren waren gegaan. Wie mijn vlog al langer volgt, kan hebben gemerkt dat ik erg van fotografie hou. Dat is een van de kunstvormen waar ik graag naar kijk. Vandaag in deze vlog duik ik met jullie in de wereld van misschien wel een van de bekendste fotografen van Nederland, Ed van der Elske. Die is wereldberoemd op de foto's die hij in zwart-wit maakte, maar hij deed ook heel veel in kleur. En dat kleurenwerk is te zien in het Nederlands Fotomuseum. Bijzonder aan deze tentoonstelling is dat er jarenlange restauratie van de dia's aan is vooraf gegaan. Het was nogal een sloddervol, hij bewaarde zijn dia's in zijn vochtige kelder, er kwam veel schimmel op. Het is bijna niet meer te redden, maar dat hebben ze bij het museum alsnog kunnen doen en wij kunnen nu het resultaat ervan bewonderen. Ed van der Elske was best een excentrieke, avontuurlijke man die in 1990 is op 65-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Als hij fotografeerde had hij ook echt een présence, was hij echt het middelpunt van de straat waar hij in stond. Ik wilde niet per se het allermooiste shot, de allerbeste compositie, maar gewoon het vastleggen van indrukken, van bijzondere types, van bijzondere dingen die hij tegenkwam. Dat deed hij veel in Amsterdam, maar eigenlijk over de hele wereld. Het typisch aan Ed van der Elske was is dat hij echt contact maakte met de mensen voor zijn camera. En dat ze je ook ziet dat die klik tussen fotograaf en onderwerp heel erg overkomt op de foto. Waardoor je zelf als kijker ook die klik ervaart. En echt die mensen in de ogen kijkt en denkt van hé, wie ben je eigenlijk? Waar zullen we het eens over gaan hebben? En ik had het aan het begin al even over die dia's die gered moesten worden. Het waren er meer dan 42.000. Allemaal in vochtige ruimtes bewaard door onze Ed, die een beetje bohemien was en dacht, ach, zo'n effectje, zo'n krakelé is wel leuk. Maar die dia werd dus aangetast door schimmel, daardoor ging het scheuren, soms zelfs afbladderen. En ze hebben hier bij het museum 2 jaar lang gewerkt om die tienduizenden dia's weer te restaureren. En gelukkig, ik vind dat super interessant, kan je hier dan ook zien hoe dat werkt en hoe dia's er voor de restauratie uitzagen. Zoals hier is een foto van Ed zelf of een detail en dan zie je dus eerst dat er best wel zo'n scheurtje op zit. En allemaal gekke vlekjes en dat ze dat dus helemaal hebben kunnen wegwerken met hulp van chemicaliën en digitale restauratie. Deze 2 oude Franse mevrouwtjes met echt amazing jurken aan. Dus hier Jackie Kennedy die op bezoek is bij koning Sihanouk in Cambodja. Zij zelf is niet scherp, maar wel herkenbaar. Maar het gaat er meer om dat je haar in die auto ziet zitten met al die fotografen daarachter. Met die militairen, die legermensen er omheen. Dan dat het echt gaat om precies hoe de foto is uitgesneden. Dat alles er mooi op staat. Hij had zowel een heel goed oog voor het ludieke, het grappige, het opvallende. Dus hier een stelletje op een naakstrand of niet een naakstrand. In ieder geval een mooie tegenstelling. Als voor de gruwelen in de wereld. Zo maakte hij ook veel reportages in Bangladesh. En zelfs een heuse soort foto-slideshow waar die ook mensen moest oproepen om geld te doneren tijdens de hongersnood. 1 ding is duidelijk als je al deze foto's hebt bekeken. Ed van der Elske had een enorme visuele nieuwsgierigheid naar mensen met bijzondere koppen, bijzondere situaties, bijzondere verhalen. En als je hier in Rotterdam hebt rondgedold door de straatjes vol met zijn werk, dan krijg je dat zelf ook. En dat is wel mooi aan deze tentoonstelling, dat je echt weer wordt uitgedaagd om gewoon nieuwsgierig te zijn naar de wereld om je heen.